Deze zomer vinden tussen 25 juli en 23 augustus veel werkzaamheden in korte tijd rondom het station Arnhem Centraal plaats. Ook wordt de complete sporenlayout van het emplacement aangepast en de brug aan de Bovenbrugstraat vernieuwd. Deze zomer wordt perron 1 van Arnhem Centraal helemaal vernieuwd en voorzien van een nieuwe perronkap. Perron 3 wordt later dit jaar vernieuwd en daarom vindt nu op de perrons onderzoek plaats naar kabels en leidingen, obstakels en eventuele vervuilingen. Ook worden op dit moment voorzieningen getroffen om perron 1 goed bereikbaar te houden voor reizigers door bijvoorbeeld het plaatsen van bankjes, omdat de wachtkamer vanaf 13 juli wordt gesloopt. Maar er zijn nog veel meer werkzaamheden aan het nieuwe stationsgebied van Arnhem. Deze zomer wordt ook de brug in de Bovenbrugstraat vervangen door een nieuwe 80 meter lange brug. Momenteel wordt de brug in onderdelen van tientallen meters klaargemaakt om in juli over de rivier en weg vervoerd te worden. Omdat het station uitgebreid wordt met een vierde perron en extra perronsporen, wordt de oversteek over alle sporen langer en moet de huidige brug vervangen worden. Ten westen van de Bovenbrugstraat zal het complete sporenlayout vernieuwd gaan worden om een betere doorstroming van het treinverkeer te bewerkstelligen. Alle sporen te westen van het station Arnhem Centraal zullen verwijderd worden voor een complete herinrichting. Ook zal er een zogenaamde dive under gemaakt worden. Deze vrije kruising, dive under genoemd, is 735 meter lang en zorgt ervoor dat de treinen vanuit Utrecht en Nijmegen elkaar niet meer hinderen. Door deze dive under kunnen de treinen zonder gebruik te maken van wissels 5 sporen ongelijksvloers kruisen. Tussen 25 juli en 23 augustus 2010 wordt non-stop aan de westzijde van station Arnhem gewerkt. De werkzaamheden vinden plaats op en vanaf station Arnhem tot aan de splitsing van de spoorlijnen richting Nijmegen en Utrecht. In deze periode is aan de westzijde van het station geen treinverkeer mogelijk door de compleet nieuwe sporenlayout van het emplacement. De spoorwerkzaamheden zijn bewust in de zomervakantie gepland, omdat er dan minder forensen reizen. Het uitvallen van het treinverkeer zal opgevangen worden door het inzetten van bussen.